oefening om het paard vertrouwen te testen en een souplesse oefening. Het is een oefening waarbij het begin best even moeilijk is om het paard te leren de balk tussen de benen te houden en in de juiste stelling en buiging de wending te maken. We gaan eerst rijden zoals we uiteindelijk in de masterclass graag willen zien. Ervaren paard te leren een traversbalk te nemen. Begin ermee dat je paard een aantal keer over balkjes heen gestapt. Dat hij niet meer angstig is voor de balk op de grond ligt. Dit kun je eenvoudig doen in je training. Balkjes stappen, balkjes dragen. Als eerste ga je je paard leren over balk heen te staan. Een paard krijgt de neiging vaak achteruit te kruipen. Op het moment dat je paard denkt achteruit te stappen, stap direct voorwaarts, over de balk heen. Wanneer deze oefening een aantal keren lukt en het paard blijft voorwaarts denken, ga dan op de punt van de balk staan. En zet hem dan zijwaarts, voorwaarts. Dus stap nogmaals naar de balk toe, stap over de balk heen en druk hem direct opzij voor het linkerbeen en denk vooruit. Op deze wijze zal het paard begrijpen dat die balk maar heel even tussen benen is. Later kan het uitbreiden door halverwege over die balk heen te gaan staan en opzij te draaien. Maar ik blijf vooruit denken. Op het moment dat je dit goed doet, dan kun je uiteindelijk de volledige balk pakken. In de speedtrail is het ook handig als je in galop zou kunnen. Dat scheelt je tijd. Ook in de speedtrail zorg dat tijd remt. Blijf die balk zitten. En rij je tempo door. Tips voor de beginnende ruiter tijdens de W1 in de lagere klasse. Je komt in stap in de lagere klasse en een enkele balk wel of niet op blokjes gelegd. Zorg je paard recht is en dat hij wijdt voor je linkerbeen. Paard geen stelling in buiging te hebben. Zorg wel dat je het midden van je balk zit. Ik ga het nogmaals doen. Zorg tijdens het wijken over de balk dat je zelf als het ware op de balk zit. En je gewicht mee naar rechts. Wanneer ik naar links ga zitten, gaat mijn paard meteen zijn gewicht de andere kant op brengen. Zoals je ook ziet nu op de video. Zorg dat je mee zit in de richting dat je voorwaarts denkt. Tussen de pionnen stel je paard weer recht en draag je aan of je gaat naar de galop, afhankelijk van de klas. In galop. En markering gaan we in stap. We zetten het paard in stelling en buigen in naar rechts. De vorm blijft licht voor. Blijf kijken in de richting waar je naartoe gaat. Bij de markering zet je paard recht en galop weer aan.